Zoals jullie horen, ik ben heel ziek. Jullie horen niet goed dat ik ziek ben, oké? Nu hebben jullie het wel gehoord, denk ik. Welkom, welkom. Ik ga mijn zonnebril ook niet afdoen vandaag, want ik ben veel te ziek. Ik doe het toch. Jullie zien het, ik ben heel ziek. De reden waarom ik zo ziek ben is omdat YouTube mij niet uitbetaalt en ik heb meer geld nodig. Mijn PayPal staat in de beschrijving. Iedereen die doneert, krijgt een shout-out in de volgende video. De donaties beginnen van 5 euro, haha. Oké. Er is een heel leuk liedje. Het is een liedje, het is van Bof, Bif, Bof. En het noemt Biba. Heel leuk liedje. Aangenaam. Heerlijk. Geweldig. Top lied. Jammer genoeg zijn er YouTubers die parodies maken. En die parodies zijn, sorry voor het woord, die parodies zijn echt kankerslecht. Ik zeg het woord ook helemaal niet graag, maar ik zeg het soms toch omdat het moet. Ben je nu ook dat YouTubers die echt kut zijn moeten stoppen met fucking parodies maken? Smash dan een like op deze video en toon dat je een echte rebel bent in de YouTube wereld. En dat je niet elke kut video slikt van elke kut YouTuber die gewoon geld wil. Smash die like alsof je mijn hoofd zou smashen als je mij zag in het echt. En een fan bent van Gio. Vandaag ga ik dus video's kijken van geweldige parodies van het liedje Wabiba van Boaf. Let's go! Ik heb er zin in. Kaaskroketten gegeten. Leuk, leuk. Deze video wordt weer geweldig. Heerlijk. Oké, de eerste parody is degene waarvan ik de meeste ziektes heb gekregen. Omdat het een fucking parody is van leerkrachten. Het is een leerkrachtenparodie. Boef, Habiba parodie studeren. Ik meen het, jullie willen dit niet zien. Het zijn leerkrachten. Er is een reclame van, hey, dat is mijn oude school daar rechts. Dat is echt hoor. Oké, let's do this. Och, drone shots. Leuk, drone shots. Wow. Ah, die filter, die jaren 80 filter. Wow! Wow! Oh. Ha, jij bent slim, maar ik studeer veel beter. In de pip kan ik niet bewegen en ik wil snel weg, wat we moeten... Ach, kut, sorry, ik ga mezelf uit mijn raam gooien. Yo. Het wachtwoord van mijn channel staat in de beschrijving. Oké, ik heb beslist om mezelf toch niet uit mijn raam te gooien. Ik ben er helemaal niet klaar voor, maar ik doe het toch. Het is een feit, maar het leren bevredigt. Alle secondes gaan met fluo. Kijk, je kan... Fuck! Je kan een parody maken. Je kan je best doen. Je kan fucking slecht zijn. Maar je kan ook gewoon... Ik weet het, rijmen is moeilijk. Rijmen is echt super moeilijk. Maar sommige dingen rijmen gewoon niet. Verslaggever, zo lukt het mij. Maak me samen... Nee, laat maar. Dit rijmt niet eens. Alle secondes gaan met fluo. Alle secondes gaan met fluo. Ik weet waarom dat ik gestopt door mijn school. Wanneer begin ik nu met leren? Yo! Shit! Fuck! Oké. Ik ben even sprakeloos. Ik heb kippenvel over heel mijn lichaam. Kijk, als je een parody wil maken, dan mag dat. Je kiest zelf wat je doet. Ik heb geen fuck reden om te zeggen dat jullie dat niet mogen doen. Dit is geen goede reclame voor jullie school. Dit is niet de dit is fucked op. Kinderen komen thuis en tonen dat aan hun ouders. Hey, mijn leerkrachten hebben een parody gemaakt. Wil je het zien? Heb ik al gezegd dat de parody over school gaat? Vooral over studeren. Dit is niet de manier hoe je kinderen laat studeren, ja. Dit is hoe je kinderen naar een intensieve kliniek brengt omdat ze gehoorschade hebben gekregen. En waarschijnlijk ook een paar tumoren hebben gegroeid in hun oor terwijl ze de volle 3 minuten 32 van het liedje aan het luisteren waren. Wat een kankerschool. Klopt. Is een perfecte leertip. Het verleden, het voltooid, gebruikt kofschip. Het kofschip! Het kofschip! Geen flow idee wat dat is. Ik herken het wel van ergens. Ik wil niet weten wat is. Yo, shit. De volgende parodie, er is erg. What the fuck? Ik meen het. Ik klik op deze video. Er is de tweede fucking parodie. Er is gewoon alweer... er is Brugge, denk ik. Er is gewoon alweer West-Vlaanderen. Deze parodie gaat hard. Let's fucking do this! Ik hoop dat je goed is. Ik heb gewoon koude tenen. Ga eentje eten voor een goede prijs. 30 euro, man. Wat maak je bewijs? Aan druppels voorzien aan de onderkant. Dus heel snel likken, of wat dacht je dan? Hey, waarom hebben er zoveel mensen een fucking parody gewacht op dit liedje? Al de fucking thumbnails zijn allemaal het fucking zelfde. Yo, shout-out naar Boef. Shout-out naar Boef. Dat mist er nog aan de andere parodies. Even shout-out naar Boef. Ja, zet zeker in de comments als je wilt dat ze vaker parodies uploaden, yo. Ik wil het zeker, dat zie je duidelijk aan mijn reactie. Oh, ik ben echt mensen al pesteur in deze video. Let's do this! Ha, je kunt zomaar game meester, of... What? Ha, je kunt zomaar game meester. Gamed. Je kunt zomaar game meester, of... Op straat komt auto tegen, niet snel weg, gaat... Nee, je hebt het zo gevraagd.
Heeft ze gevraagd aan zijn mama om even in de auto te rijden voor dit shot. Mama, wil je even in de auto rijden voor het shot van mijn parody? Mijn parody gaat sowieso viral. Sowieso. 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 Controller kwijt? Ik heb een nieuwe. Voor het game af en toe gestreden. Ik ga niet uit. Oh, yo, yo! 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 Ik word hier niet agressief van, maar dit zijn wel gewoon goede parodies, vind ik. Deze guy gaat er wel gewoon volledig voor in zijn Nike trainingspak. Ja, moet je misschien met de liggende doos. Zo moet ze niet, zeg maar. Anders. Wow, wow, wow. He doing some shuffle moves right there. Yo, yo, yo. Zo moet ze niet, zeg maar, als awesome, Sam. Wat was het? Was het een shuffle? Yo, he doing a little shuffle right there? Oh shit! Wow! Maar wat de vreemde vraag is, waarom? Why? What are you doing? Even shuffle. FIFA, waarom kan ik nou niet winnen? Waarom? Hij heeft dit gewoon met zijn ouders geschreven, denk ik. Er is gewoon familiewerkje. Je hebt dus dagen niet gegeten, nee. Yo! Oh shit, dat was het. Oh shit, wow, outro, wow. Hij heeft een shuffle video. Oh my god. No. No. Nee, stop. No, no. Yo. Nee, oh fucking hell, zo kom je van boef op shuffle video's, fucking hell. Doe wel, ik kan zelf voorplegen en je denkt ik ben raar, maar check de spiegel vaak wezen. En je denkt ik ben blij, nee, het huis was gewoon een trip, dat zag niemand nooit. Sorry Ryan, love you, Madea. Kut parody. Ah, je bent de leraar, maar ik een leerling. Yo. Op school, ik kom mijn moeder tegen. Ja, ik kom. Yo, stop. Yo. Alles ja, snel gevlucht. Ik heb mijn honger af en toe gegeten. Af en toe. Uit eten voor een skere prijs. Ze zoeken mij, man. Dikke jonko. Dus ik kom maar via voor me. Yo. Nee. Ouders zet die koffie in. Yo. Ik weet niet eens wat ik hierop moet zeggen met zijn fucking Nike-trui. Ik heb puntentekort, word ik leertekort. Yo, die is bijna even slap als ik heb slaaptekort, word ik slaaptekort. Ik haal je kaas, niet je rijst weg. Ik haal je kaas, niet je rijst weg. Mis ik iets? Ik weet het niet. Oh, kut zo, er zijn nog 1000 parodies. Ze beginnen allemaal hetzelfde. Allemaal. Allemaal. Oké, deze niet. Jongen, elke parodie begint hetzelfde. Yo, super tof dat je kijkt naar mijn allereerste parodie. Yo, elke parodie. Allemaal. Oké, deze niet. Yo, deze guy geeft geen ene fok. This guy is gewoon een slaapje aan het doen. Yo, you just sleeping, man. En, ja, nee, daar, oh. Kut, zo, daar is het weer. Ik geef nog één de kans, alsjeblieft, doe iets anders. Oké. Eigenlijk is het wel de bedoeling dat de clip dan hetzelfde is, maar oké, ja, snap je? Oh, kut, sorry. Dames en heren, leuke parodies, absoluut niet saai, helemaal leuk, tof, geweldig. €50 voor de eerste persoon die een leuke parody maakt. Leuke parodies, ik vond ze geweldig, jullie ook. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it. Voor de mensen die het nog niet doorhebben, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar parody maken is geen reden om een slecht liedje te uploaden op YouTube. Dat wil ik even zeggen. Omdat je een parody maakt, dat een van de dingen van het liedje is dat ze kankerslecht moet. Instant karma. Dames en heren, een parody is geen reden om een fucking slecht liedje te maken. Het is niet omdat er een parody in je titel staat dat het liedje op geen bal mag trekken en dat het echt super slecht mag zijn. Nee, ik heb echt geen reden. Blijf doorgaan met slechte parodies maken en ace it out. Klik op deze video. Yo. Hij staat er nog altijd. Klik. Doei.